Wij gaan vandaag de vloer verder leggen, zo in de woonkamer. En daar ben ik echt super blij mee. Maar we gaan eerst nog eventjes koken. Dus ik dacht, weet je wat, ik laat jullie nog eventjes de keuken zien. Hoe die er nu nog uitziet. Dus even een klein momentje en dan draai ik de camera om. Kijk, dat is nou onze tuin. Maar het is wel leuk te zien hoe we nu koken. Op de twee pitje. Het is wat zachter zet. Beetje geïmproviseerd. Maar eigenlijk best wel leuk. En daar komt sowieso ook het aardrijkblad zo meteen. En dan hier komt dan eigenlijk de spoelbak. En dan een spiekeraampje zo naar onze woonkamer. En dan aan deze kant komt onze keukenkast met onze koelkast en vaatwasser. En de apotheekskast en ook de wasmachine en de droger. En dan loop je zo weer de woonkamer in. Mijn moeder heeft net alles voorbereid, dus er ligt al een heel mooi ondervloertje. Een soort isolatiefolie. We hebben hem netjes aan elkaar geplakt. En dan gaan we zo meteen het vloertje leggen. Het is gelukt. De vloer ligt er helemaal in. Dankjewel papa. Dankjewel mama. Ik ben echt super blij. Mooi. Wat een mooi ding. Paco, wat vind je ervan? Ja, toch stoer. Weet je hoe ruim dat ineens dan is? Vet.